Heeft je auto lakschade door steenslag of door het parkeren, dat je parkeerschade hebt? Wij laten jou vandaag zien hoe je die schade herstelt met lakstiften. Voor het herstellen van lakschade en het aanbrengen van de verf dient in alle tijden het oppervlakte schoon en stofvrij te zijn. Hiervoor gebruiken we pluisvrije papieren doeken, een goede ontvetter, deze keer in spuitbusvorm omdat ik het zelf ontzettend makkelijk vind om aan te brengen. Een primer. De primer die zorgt ervoor dat de lak beter hecht op het oppervlakte, waardoor die langer op de lak blijft zitten. Een autolak op maat. Die merken wij aan de hand van jouw kleurcode of de kleurnaam. En een blanke lak. De blanke lak die zorgt dat de glans terugkomt en dat de lak beschermd is tegen weersinvloeden van buitenaf of wanneer je je auto gaat wassen of allemaal dat soort zaken. Wij gaan vandaag de schade herstellen doordat er een deur is open gedaan tegen een muurtje aan. De schade zit aan de binnenkant van de deur, hier. En wij gaan ervoor zorgen dat we door middel van lakstiften dat gaan herstellen. We beginnen met het ontvetten. Voordat je begint moet het oppervlakte goed schoon, droog en stofvrij zijn. Hiervoor gebruiken we de siliconenverwijderaar. Dat is een spuitbus met ontvetter. Samen met een pluisvrije papieren doek. De primer die zorgt voor een hechtlaag van de lak op het oppervlakte. Hierdoor blijft de verf lang en goed zitten. Van tevoren goed schudden. Doe dat gedurende van een half minuut tot een minuut goed door. Zodat de pigmenten goed met elkaar gemengd zijn. We brengen de primer in dunne lagen aan. Zodat het oppervlakte goed bedekt is met de hechtlaag. We gebruiken nu de lakstift die we hebben laten maken aan de hand van de kleurcode van deze auto. De kleurcode van deze auto hebben we kunnen vinden in de deur aan de kant van de bestuurder. En we gaan die nu aanbrengen op de gedroogde primer die we eerder deze film hebben aangebracht. We brengen de lakstift, de lak, brengen we aan in dunne lagen. Waardoor we de schade onzichtbaar kunnen repareren. Gebruik liever te weinig lak dan te veel. Hiermee voorkom je dat je zakkers krijgt. Dus breng gerust meerdere dunne kleine lagen aan. Als laatste brengen we de blanke lak aan. De blanke lak die zorgt ervoor dat de glans terugkomt in de lak die je hebt aangebracht, de verse lak. En die zorgt er ook voor dat de lak langduriger beschermd blijft tegen invloeden van buitenaf. Na 5 minuten alles is opgedroogd. We zijn klaar met het herstellen van de lakschade. Deze auto kan weer op pad. Heb je zelf nou lakschade? Bezoek dan onze website. Ga naar de lakstiften toe. Bestel jouw lakstift op kleur en herstel je eigen schade.